Ben je ready? We zijn al begonnen, man. We zijn al begonnen. Ja, ja, we zijn al begonnen, bro. Lekker, man. Gezellig dat je er bent, man. Ja, man. Ik zei net al, we gaan way back, man. Ja, meer dan 10 jaar. Goed om hier te hebben, bro. Ja, man. Mooie plek hier ook. Thanks. En we gaan iets moois bouwen, man. We gaan... ouwe, iets moois. Dat is, dat is te weinig. Dat zijn te weinig woorden, te weinig woorden, man. Ja. Wat gaan we bouwen? Ja, computer, man. Maar niet zomaar een computer, bro. Ja, deze computer heeft de overheid niet eens. deze gebruikt Elon Musk. Ja, snap je? Ja, man. Als je bitcoins wil farmen, dan moet je... Nee, man. Nee. Dus ja, man. Morgen, we zijn aanwezig. Jullie kennen deze man waarschijnlijk wel. Tenminste, ik neem aan dat je hem kent. Maar dit is QC. Sup, man. Deze man, we gaan inderdaad al heel lang terug. Ik ken hem echt al jarenlang. En vanuit MSC en vanuit deze video's hebben we deze man uitgenodigd. Om zijn super dikke PC te bouwen. Maar ik zeg jullie inderdaad één ding. Hij zei het zelf ook al. Jullie weten, ik heb veel ervaring met onderdelen en alles. Maar datgene wat we in zijn PC gaan installeren is echt. Maar dan ook echt next level. Het is echt lijpe shit. Ja, alsof je de jackpot wint gewoon. Bro, alleen jouw moederbord al is duurder dan de meeste PC's. Ja, wat moet ik nou? Ja, ik bedoel, maar het is niet dat het daarom gaat, maar dat ding ziet er ook abnormaal uit. Ja, maar ik wist niet eens dat moederborden zeg maar zo eruit konden zien. Ja. Zeg maar, ik heb moederbord gewoon chip van die dingetjes. Gewoon zo'n gaar ding. Ik heb zelf ook ICT-opleiding gedaan. Ja. Dus ik ook computers in elkaar zetten uit elkaar, maar... Ik weet niet of ik het nog maar echt kan, maar... Ja, ik kan het wel. Heb je nooit je PC in elkaar gezet? Jawel, ja, toch? Maar mijn eigen computer is nooit. Omdat ik altijd een soort van bang was dat ik fok altijd dingen op. Ja, dat Maar als ik wel eens iemands computer in elkaar moest zetten, dan... Ja. Semi of zo, dan was het wel altijd met hulp erbij. Maar in principe, als het echt zou moeten... Ja, zou het ja wel kan lukken. Het wel, man. Ja, wel, man. Ja, man. Is goed, bro. Laten we beginnen. Ja, man. Moeten we eerst de doos pakken? Ja. Ja, lekker. Moet ik hem pakken? Pak jij hem, bro. Het zijn jouw spullen. Ja, waar beginnen we mee? Ik zou moederbord, man. Moederbord? Ja, we beginnen met moederbord. Oh. Daar gaan we alles opsteken en zo. Hey, dit ding is insane. Echt Intel waar. Moederbord Mac Z590 Godlike. Dat is de chipset. Dat is de nieuwste chipset voor Intel. Godlike. Hebben ze hem goed? Kunnen ze hem goed? Nee, man. Ze kunnen hem nog niet zien. Laat even zien. Oh, laat even man. Zien. Kijk eens. Bro. Is niet normaal. Dit is de video, het is klaar. Dit is de video. Dit is al de thumbnail. Dit is nodig, man. We gaan deze video gewoon opnemen in 10 delen. Elke keer, ja. Volgende keer komen we terug met de RAM. Ja. Dan komen we terug met de kast. Ja, man. Oh. Ja, man. Nee, super dik moederbord. Kijk, uiteindelijk... MSC heeft gewoon dit natuurlijk verzorgd als in daarin. Ja, man. Heb jij echt... Ga jij alle features gebruiken van dit ding? Waarschijnlijk niet. Tenzij jij satellieten wil gaan hacken of zo, maar... Nee, je weet nooit. Ja toch, je weet nooit wat je in vrije tijd gaat doen. Kan veel gebeuren in 5 jaar. Nee, maar sowieso, alleen al qua looks is hij next level, man. Pak hem uit, bro. Let's go. Ja, dit vind ik een spannend momentje. Ja, bro. Hij staart je aan, man. Er zit zelfs een afstandsbediening bij, man. Wat afstandsbediening voor wat? Ik heb geen idee. Als je snacks ooit... of zo wil. Heb je ooit een moederbord met afstandsbediening? Nee, man. Wat? Voor snacks gewoon... Hier. Je hebt zelfs... ketting. Ja. Gold-plated. Ah, moeten we die wel dragen? Of is dit voor op je computer? Dit ga je niet dragen, man. Zeg eerlijk. Nee, man. Je gaat het niet dragen. Kom op. Ja, ik weet niet, man. Ja, man. Er zitten allemaal dingen bij. Maar ik probeer me nu even in te denken van waarom zou je een... Ik vind het hartstikke prachtig. Misschien is het om temperatuur. Wat staat erop? Mac. That's it. Nee, wacht. OG retry en OG fail safe. Is dat voor je, misschien voor je BIOS? Om je moederbord misschien te resetten of zo, man. Ja, bro, dat is lijp, man. Weer allemaal dingen erbij. Je hebt zelfs een toolkit. Je krijgt zelfs gear erbij, toolkit, alles. Maar waarom zijn we deze shit aan het kijken? Wat is het? Afstand. Retry fail safe. Er zit ook zo'n ding in hier, voorin. Die sluit aan je moederbord aan. Oh, en dan kan je misschien de temperatuur uitlezen ook, man. Want hier staat die overclock, retry en fail safe. Ik denk dat dit misschien is om je overklokken te helpen. Bro, ik vind het nu al ziek. Dit is heel lijp. En een mooie ketting. Ik vind alles mooi. Ja, man. Even kijken, wat is dit? Sleutelhanger? Oh nee, het is geen sleutelhanger. Dit is om je... Oh, om te schroeven. Dit is om je fiets te maken. Goh. Kijk, dit. Moederbord op je fiets. En muziek, hey, de MSI. Bro, ik denk dat iedereen wil zien hoe dat fucking ding eruit ziet. Waarom zijn we deze troep aan het laten zien? Jij toch? Dit review even dit doekje, man. Ja, bro, maar ik durf het niet uit te pakken, man. Jawel. Help jij mij. Ja? Ja.
Wat is dit, man? Bro, dit is niet normaal. Wat is dit? En er zitten nog stickers overheen, hè? Dus hij shined nog. Kijk dit, man. Jezus. Kijk dit. Ik kan het niet eens laten zien. Kijk op de camera. Hij shined gewoon. Ik kan het niet eens laten zien. Oh, we moeten zo'n diamantentest hier op doen, man. Ja. Kijk dit, man. Even van dichtbij. Dat is crazy, man. Holy shit. Dit is next level, man. Dit is een eng ding, man. Holy shit, bro. Ja, ik bedoel... Ja, je hebt straks eigenlijk niet eens meer een streamcomputer nodig, toch? Nee, man. Met dit kan jij in principe... Kijk, je hebt ook die nieuwe encoders met Nvidia. Dus je kan makkelijk gamen en streamen, man. Makkelijk. Ja, man. Hou me vast, bro. Pak je trofee, man. Dit is ziek. Ik vind het nog steeds eng, bro. Oh. The godlike. Een abnormaal ding. Echt waar. Het is niet dat het nu mijn eigen computer is, maar ik heb het nog nooit gezien, zo'n moederbord. Nee, ik wist niet dat moederborden er zo eruit konden zien. Nee, dit is ook voor het eerst dat ik er zo eentje zie, inderdaad, man. Maar laten we wat dingen erop gaan installeren, bro. Ja, toch? Wil je me even overnemen? Hé, bro. Ligt me schrikken, man. Dus de i9-11900K. Of 11.900K. 11.900, bro. Ja, man. Dit is de nieuwste van de nieuwste. Nieuwste, gewoon. Ja, man. Dit is gewoon wat nu... Top of the line van Intel is wat je net zei over streamen en game op één PC. Ja. Dat kan maar je makkelijk doen met deze. Ik geloof dat deze computer bijvoorbeeld over 3-4 jaar nog steeds gewoon steady is. Ja, man. Ja, man. 100%. 100%. Ja, man. Ik heb mijn oude Intel, dat is de 9700K, die werkt nog steeds ook heel goed. Goed, ja. Dus kijk, als jij al een nieuwere hebt, dan hoef jij niet per se gelijk volgend jaar eentje nieuw te kopen, snap je? Ja, deze die gaat, bro, je hoeft jij geen zorgen te maken, man. Ja, man. Deze gaat nog jarenlang mee, echt waar. Het is ook een toffe doos. Even kijken, boom. Ja, een hele mooie doos. Ja, man. Nice. Het enige wat ik jammer vind is dat er geen stokkoeler meer bij zit. Dat doen ze wel steeds vaker. Weet je toch, dan zit er geen cooler meer bij. Op zich, met zo'n processor, dan wil je wel gewoon een custom cooler erbij, maar... Het zou toch wel tof zijn, man. Dat is wel een beetje een ding. Maar deze moeten we even uitpakken, bro. En daarvoor gebruiken we de drill wrapper knife. Nee. Wat heb jij voor een knife? Ja, bro, dat is mijn unbox knife. Dat is mijn unbox knife. Dat is de unboxing knife. Unbox even dat ding. Bro, ik heb gezegd, als ik ooit Stel dat ik een drill wrapper zou zijn, dan zou ik mijn groep, zeg maar, Shawshank Redemption noemen. Jezus. Is wel een goede naam. Het is een hele goede naam. Ja, dit is geen... Wat doe jij met zo'n mes? Bro, zeg maar? Dat is voor te unboxen, ik zweer het. Nee, luister. Ik dacht op AliExpress, hè. Ja. Ik denk, ik koop even gewoon een mesje om te unboxen. Ik wist niet dat hij zo fucking groot was. Ja. Hij kwam binnen, bro. Weet toch, bijna politie aan mijn deur. AIVD. Dit is niet normaal, andersom, man, andersom. Het moet toch gewoon lekker voelen om gewoon elke keer weer een nieuwe PC te bouwen. Ja. Voor iedereen. Dat is gewoon, mensen die bouwen, kopen pre-builds, maar het zelf bouwen is gewoon... Dat is wel nog steeds het beste, is gewoon een ander gevoel, man. Ik heb het ook altijd gedaan, maar gewoon losse onderdelen, man. Ja. En ook als je hem dan met iemand bouwt, het is gewoon chill om erbij te zijn en om te zien hoe die allemaal bij elkaar komt. En dan uiteindelijk heb je het eindproduct. Ja, heel dik. Ga jij hem installeren? Dan installeer jij hem maar. Ja, ik kan dit, bro. Ik ga je helpen. Ja? Oké. Okay. Voor de mensen, de vorige keer zeiden ze van moeilijk, we zien het niet zo goed. Dus bij deze, ik fix dat jullie alles zien letterlijk. Zie je dit hier? Ja. Die moet eerst los. Dat halen we los door dit klepje. Hier, dit klepje hier. Door die los te halen. Dus die moet je eerst even naar de buitenkant bewegen. Andere kant op. Oh, wacht, even 2 seconden. Ik ga filmen als je wil. Wat ga je doen? Ik heb altijd geleerd, weet je, ik ben hier wat statisch, toch? Goed. Ja, toch. Deze man weet het beter dan dat ik het weet, man. Ja, bro. Ik ben niet meer nodig hier, hoor, zometeen. In een hoekje. Daar, volgens mij. Zie je hem? Heel klein. Hier. Zie je hem niet? Laat eens zien. Kijk, hier. Dit. Dus die moet je met elkaar oplijnen, juist, op die manier. En dan laat je me gewoon rustig invallen, bro. Ja, klein beetje verschuiven, niet... Zit-ie? Ja, hij zit, voel het. Fuck. Nee, hij zit goed. Ja. hij zit goed, man. Perfect. Ja, je kan wel goed in paniek. Hij zit perfect, man, echt waar. Nu dat klepje dicht. Juist, en nu die kant op en dan gewoon dicht doen. Ik weet zeker dat hij zo goed zit. Ja, bro, dit hoort. Hij moet hem goed strak dicht... Oké, mag jij hem dicht doen, man, bro? Kijk.
That's it. Hij zit, man. Man. Oh. Ja, man. Je hebt hem geïnstalleerd, bro. Oh, dear. Is het voor het eerst dat je deze hebt geïnstalleerd? Ja, man. Voor iedereen die een ICT thuis nodig heeft, connect mij. Hij is hier. Oké, okay, man. That's it. Good shit. Q, hoe voelt het om... Heb je weer de knife nodig, of niet? Ja, ja. Ik heb een knife. Je hebt hem nodig, hè? De shank, hoor. Pak de shank. Dit is gewoon een broodmes, bro. Mijn moeder die fixt deze altijd Turks brood en zo. Ja, zo. Allemaal, ja, man. Lekker, man. Zo. Vooral Turks brood als je hem al 2 dagen hebt staan. Ja, precies. Dat hebben we wel nodig. Ja. Dit was ooit een Turks brood. Die hebben ze zo geslepen tot mes. Oh. Zo. Maar met wat hebben we te maar maken? Maar die gasten, hè. Kijk, ik zie al gelijk wat ze hebben gedaan. Dat hebben ze vorige keer ook bij Kaaklijn gefixt. Ze hebben het gewoon erop uitgekozen dat dit past bij jouw moederbord. Zie je? Ja, sick, hè? Dat zwarte met een beetje dat grijzige. Maar een goede computerkast is ook kunst. Klopt. Het is ook kunst. Het man. Moet mooi zijn. Het moet mooi zijn. Kijk dit. Kijk, het past er ook gewoon mooi bij. Gaat die focussen? Ja. Kijk, zie je? En nu, met hoeveel giga? We hebben met een DDR4 te maken. Ja. 2x32. 2x32. Ja, 64 gig, bro. Jij kan de komende 40 jaar je games op je RAM shit gooien. 3600 MAZ, dus dat is super snel geheugen, man. Je hebt een mooi setje te pakken zo. Echt. Och, dan heel gaan dik. We hem nu installeren. En dan gaan we ze installeren. Maar waar denk je dat we hem gaan installeren? Als in welke slots? Ik denk hier. Ja, dat sowieso. Nee, ja, hier sowieso. Maar je hebt 4 stuks. Of denk je gewoon, we pakken gewoon die eerste 2? Nee, om en om. Ja, man. 1 en 3? Ik weet niet of het 2 en 4. 2 en 4 kan ook. Maar kijk, ik zal het maar je ik ben wel goed dat ik het om en om neem. Ja. Kijk, hier bro. Kijk, het staat op je moederbord zelfs hier. Hier staat dat first dingetje. Staat wel ondersteboven voor mijn camera. Dus we gaan tweede en vierde slot pakken om RAM te installeren, man. Ja, man. Dus je onthoudt wel dingen blijf je wel onthouden, man. Ja, man, zeker. En dat mag je ook doen. Je moet hier even hier op letten. Kijk, zie je? Hij zit nu dus niet goed. Kijk. Dit stukje hier, dat moet overeenkomen met dat. Er zijn genoeg mensen geweest die dat hebben opgefokt. Want kijk maar, als ik hem nu erin zou doen, zie je wat er gebeurt? Ja, ja, gaat ernaast. Hij is klaar. En je drukt hem erin en deze kan je weggooien. Ja, ja. Kijk, ik zal hem hier nog even laten zien. Het innammetje. Dus we moeten hem op deze manier. Oh. That's it. Die andere kan jij. G-skill, man. Bro, jij bent die echte G. Echte pak dit mes, bro. Pak dit mes, de G, man. Pak hem. Allebei je duimen en dan gewoon goed naar beneden. Maar ik heb te veel kracht. Ik druk heel die tafel erin, bro. That's it. Dit is altijd wel een ding waar mensen wel... Ja. Het is wel fucked up, omdat je moet te hard drukken voor je gevoel. Ja, je denkt van, waarom kan ik niet gewoon klik? Het voelt alsof je door je moederbord heen drukt. Ja man. Want kijk, je ziet ook, als ik druk, hij buigt in. Maar die buiging is belangrijk. Oh. Dus ja, wat hebben we eigenlijk inderdaad? Want ja, deze is wel in... Die hebben we gekregen van WD, man. Shout-out naar de mannen van WD sowieso. Ja man, ik weet niet of ik dat een beetje goed zie. Ja, wat? Kijk, hij houdt die focus te graag op mijn gezicht. Doe je gezicht. Bedek je gezicht. Ja. Werkt die? Ja, werkt die. Ja, vanaf nu moeten we als we iets willen reviewen. Van half dabben, zeg maar. Ja. Dit is de WD. Ja, de WD. Maar we hebben hem wel uitgepakt. Ik was te gierig. Maar de WD, man, 1 terabyte. Perfect. Voor je SD. Ja, man, dit is gewoon voor je systeem en voor je programma's en zo zou ik erop rammen. Je doet ook alles met zoveel passie, man. Oh, je moet hem behandelen als zo'n... Als een mooie vrouw. Toch? Is zo. Je moet hem strelen, af en toe likken. Af en toe meenemen op date. Ja, jij gaat zometeen met dingen sowieso uit eten. Ja, ik ben vandaag hier met mijn editor gekomen. Ja. Die zit straks gewoon achterbank. Hoor. Hij gaat lopen naar huis straks. Ja. Hey, succes. Hij zegt, hey, mag ik hier op je bank slapen? Ja. Hey, we zijn trouwens iets vergeten, man. Wat? Het schroefje waarmee we deze vast gaan zetten, die zit in die doos. Dus als ik deze even pak... Maar Q, vertel, man. Wat houdt jou bezig in het leven, bro? Zo, Je bent veel, volgens mij, jij bent altijd bezig met dingen, ja, of niet? Altijd bezig, ja. Jij stopt nooit. Ik stop nooit, man. Bro, zoveel dingen te doen. Ja, nou, vooral laten we eerst zeggen gezinnetje natuurlijk. Ja, dat, is, dat staat op nummer 1. Ja, 100%. En je hebt zelf nu ook een gezinnetje. Ja, man.
Dus dat houdt me echt bezig. Maar ja, om de fam te kunnen verzorgen, moet je ook dingen doen. En ik doe gelukkig dingen die ik heel leuk vind om te doen. Maar ja, YouTube natuurlijk, mijn persoonlijke kanaal, super gaande hebben we. Ik ben ook heel vaak in de studio. Ik ben echt weer bezig met muziek. Album zag ik, ja, volgens mij. Ja, maar album. Ja, man, ik ben nog aan het twijfelen tussen album en EP. Ja, oké. Okay. Omdat album, ja, een debuutalbum klinkt heel logisch, maar kan je maar één keer uitbrengen. En ik vind wel dat het de meeste werk moet zijn. Ja. En ik merk wel, ik maak goede tunes, maar ik merk hoe vaker ik in de studio zit, hoe meer ik mezelf aan het overtreffen ben. Ja, en dan denk ik van, ja, is dit wel mijn albummodus? Ja, maar ben je ooit klaar met het maken van een album? Ja, dat weet ik niet. Misschien ben ik wel zo'n Dr. Dre guy, zeg maar, die over 10 jaar nog... Die 40 jaar lang één album maakt, ja, of zo. En het uiteindelijk niet uitbrengt. Ja. Nee, maar ik heb wel gezien dat het... Het is wel een leuk proces ook. Ja, man. En iets waar mijn eerste liefde altijd lag. En, ja, en dan met YouTube heel veel bezig. Natuurlijk mijn... wat ik zei, mijn persoonlijke kanaal, super gaande. Ja, super gaande. Doen jullie weer veel op, zag ik. Ja, man. En ik heb natuurlijk ook een gaming channel. Die staat nu eventjes droog, even stil. Maar die wil ik ook op... Ja, dat is geen stress, met deze computer moet ik hem eigenlijk wel bijna verplicht oppakken. Ja, bro, met deze PC, als jij hem niet opstart, dan komen we weer halen, man. Komen we weer halen. Ja, man. Dan komt zo'n deurwaarder aan je deur. Ja, deurwaarder aan de deur, ja. Neemt je editor hem mee. Die man zegt, hé, deze is voor mij. Ja, toch. Voor die keren dat ik op de achterbank moest zitten. Voor die computer. Ja, man. Dus ja, nee, dat, lekker, dat dus, houdt me bezig, man. Ja, je bent wat houdt jou bezig dan? Dit, man. PC's bouwen. PC's bouwen, ja. Nee, man. Nee, maar inderdaad ook gezinnetje nu wel, wat echt inderdaad een nieuwe... Geeft zo'n nieuwe wending in het leven. Prioriteit, man. Ook, man. Ja, ik dacht altijd dat ik druk was, maar eenmaal met een gezin, dan weet je pas wat, wat druk is in ieder geval. Dus en wanneer de tweede? Pff, nee, man, bro. Nu niet, man. Echt waar. Ik, het ding waarom is omdat ik gewoon op dit moment, ik vind dat heel... ik vind dat eigenlijk wel heel gek om dat zo snel na te denken. Omdat je wel zoiets hebt van, ik wil gewoon al mijn aandacht vestigen op mijn eerste kind. Ja, ja, ja. En niet zo van, ik ben nu uitgekeken en we gaan door naar de volgende. Dat wil ik niet, weet je. Snap ik. Weet je wat ik, heb er natuurlijk ondertussen 3. Yeah. Waarvan de laatste 2 heel snel achter elkaar zijn gekomen. Wat eigenlijk niet helemaal in de planning was, maar wel welkom. Yeah. Maar toen ik mijn eerste dochter had, toen daarna kreeg ik natuurlijk een zoontje. En dan zit je altijd met de vraag van, dus het klinkt heel raar, maar je zit met de vraag van, kan ik evenveel van mijn... Je hebt zeg maar, op een gegeven moment heb je een dochter gekregen. Yeah. Die liefde is niet te beschrijven. Yeah. En dan, als je ooit een tweede gaat krijgen, ga je even een momentje hebben dat je denkt van, joh, kan ik wel zoveel voelen voor een tweede kind, zeg maar. Ja, ik hou zoveel van, is dit wel te... Maar bro, het is gewoon zo, man. Het is gewoon zo. Ja, man. Het is gewoon, als het eenmaal is... Ja, wie weet maak ik het ooit nog mee, man. Voor nu zeg mijn gevoel van, daar denk ik niet eens over na. Kijk, er zijn momenten als je echt mooie dingen meemaakt, dat je denkt, oh ja, dit is wel tof misschien om nog een keertje mee te maken. Maar er zijn genoeg momenten dat ik denk... Eentje is meer dan voldoende. En jou loopt nog niet, hè? Nee, man. Oh, nee, bro. Man. Ja. Dan is het klaar. Ja. Dan is het klaar. Ik heb nu 2 rondrennen. Eentje die begint bijna te lopen. Ja. Dan is het klaar, man. Dan nee, is die klaar. Van mij die kruipt nog niet eens. Nee, man. Dan ga je ineens, bro. Ja. Ik ga van alles meemaken, man. Ja. Ik heb een keertje gehad dat heel mijn huis was volgesmeerd met pseudocreme. Echt? Op mijn tv, alles. Oh, ik heb daar wel eens video's van gezien. Ja, die shit krijg je er toch niet af? Ja, was fucked up. Waarom heb je ook pseudocreme? Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik jammer maar even vragen. Ik zei ook tegen haar, wat doen we met pseudocreme? Ja, precies. Dat ze gewoon dacht, ja, dit wil gewoon zodat ze dingen insmeren. Het is alleen maar daarvoor. Dus men gaat heel veel dingen meemaken, maar het is het allemaal waard. Ja, dat sowieso. Dat geloof ik ook, man, dat het is. Zeker. Ja, dus, en gewoon lekker met video's, man. Dit soort toffe projecten. Ja, met mijn man. Auto ook. Dus het zijn mooie dingen, man. Mooie streamen. Dingen, man. Ja, ik heb die fix mijn Mustang. Ja, man. Ja, man. Ja, het is leuk, man. Het is echt tof. Man. Het is goede shit. Gewoon lekker een beetje je hoofd luchten af en toe, man. Ja, toch? En uiteindelijk ook gewoon... Ja, van je hobby je werk kunnen maken, toch? Dat sowieso, man. Dat is het mooiste wat er is, man. Ja. Gewoon lekker alle energie in jezelf steken, man. En in tering dikke PC's, man. Oh. Ja, man. Ja, dat ding is hij zit er ondertussen op. Ja, man. Hij zit er ondertussen al op. En een mooi gesprek. Ja, geen stress. We praten en we bouwen. Dat is hoe het is. Ja, bro, laat mij er ook in. Dat is een lekker gevoel altijd, hè? Oh ja, hier nog. Hé, bro, je editor heeft zijn broek opeens uitgedaan. What the fuck? Nee, ik snap dat je dit leuk vindt, man, maar dit gaat wel te ver, hoor. Dit gaat te ver, hè? Ja. Niet in de room van morgen. Doe het, Kio, doe het. Oh, scheren, man. Dit is Gillette-reclame, dit. Dit is, hoe noemen we dat, satisfying? Satisfying, man. Dit is echt satisfying. Deze ook nog, man. Hier. Oh, hier, zo. Dit zijn wel veel peels, hoor.
Ja, heel veel pills. Weet jij ook heel goed op ga? Waar? Chiropractor video's, man. Ik ben laatst geweest naar een. Ja, slecht, ben je geweest? Ja. Nee, dan ga ik zelf. Wacht, kijk even. Oh. What the fuck, bro? Hoe dan? Ja, ik raak hem ook, maar niet zo. Jij bent gewoon je eigen chiropractor. Ja, bro. Soms heb ik het gevoel dat ik mijn eigen nek breek, man. Oh, hier. Oh. Zo. Doe die. Oh. Chiropractor shit is wel ziek, man. Kijk hem helemaal eraf gaan. Oh. Die moeten er zo'n YouTube kanaal van maken, dat de hele dag dingen eraf pielen. Gewoon met z'n tweeën, de Peel Boys. Ja, man. De... Klinkt wel fucking. Ja, wij zijn. Yo, what up? We are the Peel Boys. En vandaag gaan we lekker pielen. Dat waren ze volgens mij, of niet? Nee, we hebben nog één. Nog één. We hebben nog één. Lekker pielen. Welkom bij de Peel Boys. Welkom bij de pielers. Zo, ja, man. Oh. Jezus, wat shiny. Die. Hier zien wij een wasbeer in zijn natuurlijke habitat. Hij heeft een grote shank bij zich en hij pakt de computerkast uit. Dit doet hij in zijn dagelijkse leven. Bro, sinds wanneer ben ik een wasbeer? Een wasbeer in een... Wasberen zijn wel tof. Ja, ze zijn hard. Wasberen zijn hard. Ik had een keer gezien zo'n wasbeer die zo piepschuim in zo'n aceton of zo was. En dan lost het toch op. Mm-hmm. Ken je dat? Nee. Die motherfuckers wassen toch alles? Ja, ja. Maar hij had zo'n piepschuim, als je dat in aceton doet, dan gaat het weg. Oh, ja, dus ja. Hij is het zo aan het wassen, bro. En hij kijkt zo, hé, waar de fuck is de piepschuim toch? Tering dom. Maar dit keek jij sowieso om 4 uur 's nachts op YouTube, zeg maar. Dus. En daarna van die chemische dingen en zo. Ja, dat, en van die mensen die hun eigen hele jungle bouwen. Hé, hey, man. Die gast in de jungle, die met zo'n stok. Ja, maar wist je dat ik... Dat is nep, toch? Ja, ik geloof het dus niet. Ik ja, denk ze dat zeggen er gewoon, dat het nep is. Ik denk dus dat er gewoon daarnaast gewoon een... zieke graafmachine staat. Ja, moet wel, man. Hier gaat de wasbeer in zijn natuurlijke habitat de kast uitpakken. Dit is wel een grote kast, man. Dit, vooral, man. Dit is een grote kast voor een grote PC, bro. Kom kast op. Toe, neef. Kast toe. Nee, het valt mee. Jullie me bijna geloven. Zit een beetje vast. Och. Jezus. Oh man. Wat een kast dan. Wat een kast man dit. Kijk. Yo, fuck out boys. Dit is mijn nieuwe kast. Ja, ze zien hem. Ze zien hem, hij is focus. Oh, hij gaat weer terug op ons. Ja man. Zullen we maar inzetten? Laat trouwens even in de comments weten, man, als jullie een YouTube-kanaal willen met de Peel Boys. Ja, bro. Je gaat zien, iedereen wil een kanaal met de Peel Boys. Ja, bro. En ook gewoon zo'n TikTok, toch? Zit je op TikTok? Ja, wel, man. TikTok gaat dik, of niet? Ja. Oké, that's it, man. We gaan nu het moederbord gaan we erin rammen, jongens. Hier. En dan zie je inderdaad wat Q ook zei. Het moederbord is in één keer fucking klein dan. Kijk, pak hem zo. Ik vind het helemaal mooi. Ja, man. Hij zit vast. Helemaal vast. Hij zit helemaal vast. Dat was snel gedaan, man. Ja. Ik vind het helemaal mooi. Kijk hier, jongens. Even een mooie shot. Zijn we nog in focus, of niet? Ja, ik ben... we precies zo blijven zitten. Blijf zo zitten, niet meer bewegen. Maar we zijn... Beweeg je ogen alleen. Nee, probeer. Wat gaan we nu installeren? Wij gaan nu, volgens mij, de videokaart erop zetten. Bro. We gaan eerst de... Wat gaan we eerst doen? Eerst de voeding, man. Voeding, hè? Ja, heel belangrijk. Ja, voeding. Moet ik de voeding erbij halen? Ja, pak jij voeding. Maar zonder te bewegen. Doe het met je voet. Wawa, ik weet dit. Ik heb zo'n nieuwe tool hier in mijn kantoor. Yeah. Als ik zo doe, dan komt hij vanzelf hier in beeld. Oh shit. Ja. Voeding. 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 Ja, man. Hij is er. Oeh. Oh, wacht. Ja. Heb je ook afgedekt? Ja, man. 850 watt. De A850 GF. Waarom hebben ze altijd die lijpe codenamen? Oh,
Hey bro, je gezicht, je gezicht, je gezicht. Yes, daar is die weer. Ja man. Ja, dat is lijp hè. Modulair bro, weet je wat het is? Nee. Dat we die kabels los kunnen halen die we niet nodig hebben. Oh. Dus je hebt alleen de kabels die je nodig hebt, heb je erin dan zitten. Hebben die al die dingen er los. Al die troep, shit, dat hebben en we niet. En 850 watt. Perfect. Perfect. Ja man, is goed. Och. Wow. Die had je instant of niet? Die was instant man. Zo man, kijk hier. Alsof het niks is. Al die modulaire aansluitingjes. Ja man. Goeie shit man. Oké man, what the fuck moeten jullie? Dit ding zit in elkaar bro. Ja. Die gaan we erin knallen. Kabeltjes aansluiten. Videokaart. Nee, sorry. Koeling, videokaart. En dan, Is hij ready to go? Yeah. That's it. Ja, benieuwd man bro. Ja man. Maar je hebt nu al een tijdje je computers toch? Ja. Yeah. Als je dan al deze computers in elkaar aan het bouwen bent, denk je dan niet bij jezelf van ja, ik wil ook weer een... Ja, ik ben altijd wel aan het kijken hoor. En ik heb natuurlijk ook contact met die gasten. Dus wie weet dat er binnenkort ook eentje voor mij komt. Misschien de laatste episode. Je eigen computer bouwen. Wie weet, wie weet. Of en, gewoon tussendoor een keertje of zo. Ja, en dan kom ik wel langs om het te pielen. Dan kom jij langs om te pielen. Ja, 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 ja. Deal man, deal. Dit is een mooie shot. Hè? Ook dat lampje hier. Ik mis alleen nog jouw gezicht hier man. Zo, ja, die zo een beetje mee loert. Oh, bro. Gelijk gewoon een videoclip dit man. Ja, hè? Doe eens even zo'n, jij bent daar toch niet van? Zo'n thumbnail hoofd. Oh, moet ik een thumbnail gezicht doen? Doe even een thumbnail gezicht. Ah! Doe jij dat ook? Oh, nee. ik laat altijd... Uit de video, toch? Uit de video. Ja, man. Ja. Waar is die aansluiting van het moederbord? Dat is die grote, die bonk. Die. Daar? Ja. Deze, waar deze in moet. Ja, als je hem hier denk ik doorheen gooit. Oké, nee, dan doe ik hem kijk, hier doorheen. Doe je ze aannemen? Ja man, kan je die er ook in prikken of niet bro, daar bovenin? Zie je dat? Waar het moet? Nee, zeker niet. Kijk hier. Zie je dat niet? Even kijken. Kijk hier man, deze. Maar het is wel een beetje een moeilijke plek. Kijk, wat we nu allemaal aansluiten is voor je dat paneeltje hier aan de voorkant en zo. Ja. Al die dingen, zodat dat werkt. Ja. Oh, rap je nog wel eens? Nee man, nooit meer man. Nee, dat geloof ik niet. Die schrijven, je hebt heus nog wel in de afgelopen 2 jaar iets geschreven. Ik heb sowieso geschreven. Ja, dat blijft altijd in je zitten. Ja man. Schrijven, dat, ik weet niet man, dat soms dan voel je gewoon een beat of zo. En dan denk je toch wel weer van... Ja man, ik moet hier even iets opzetten. Maar je zal nooit een track meer maken? Nee man. Nee? Nee man. Je zal ook niet op mijn album springen? Nee man, weet ik niet. We kunnen op zijn minst een keer in de studio gaan. Samen? Ja toch, ook al komt er niks uit. Ook ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Het is niet om jouw album te weigeren of zo, hè? Ja, nou, zo voelt het wel, maar dat maakt niet uit. Nee bro, nee. Het is meer van... Mijn gevoel daarmee is gewoon, het is gewoon, it's from the past. Dat gevoel heb dat ik, wel, snap je? Ja. Je kan het wel. Ja bro. Mensen, bij 20.000 likes gaan wij de studio in. Ja. Is goed, bij 20.000 likes gaan wij de studio in. Oh nee. Bro, 20.000 likes, wat denk je dat ik voor kanaal heb bro? Let op. Ik ben jou niet hè. Let op, kijk hoe snel die... Ik ben jou niet hè. Bro, het gaat lukken. Ik ben jou niet, man. Nee, man. Het is tof, man. Ik heb, weet je, toffe community hier. Weet je, pc'tjes bouwen en zo. Kijk, het ding is, alles wat ik nu doe, gaat zometeen ons leven veel chiller maken. Want dan kunnen we gewoon videokaart erin, klaar. En dan is hij af. Snap je? Ja, jongens. Jongens, we zijn ver, man. In ieder geval, het is nog niet compleet. Processen zitten erin. Moederbord is geïnstalleerd. Kabels vanuit de voeding zitten erin. En nu nog alleen het pronkstukje, man. Videokaart, toch? En ja, en een harde schijf moeten we nog even. Ja, en nog de... Hoe heet het? De koeling. Oh, waterkoeling. Koeling. Koeling moeten we echt niet vergeten. Nee, mag niet, hè? Nee. Hoe voelt het tot nu toe ja, voor bro, je? Ja, bro. Ik heb nog nooit... Ik maak echt geen grap. Dus niet omdat ik dit moet zeggen voor een video. Ik heb nog nooit zo'n mooie computer gehad, man. Hij is wel echt heel dik, man. Hij is wel heel dik, man. Het is echt reusachtig, man. Het is ook altijd een fijn gevoel dat een kast groot genoeg is... Dat hij gewoon nog kan ademen, snap je? Ja man. Want ik heb vaak gehad, ik had een keertje een kast, die was best wel klein. En daar kwam toen ook een videokaart in. Yeah. En dat past allemaal maar net. Ja.
En nu heeft hij gewoon de ruimte om zichzelf te zijn. Nog even en hij gaat huur betalen. Ja, ja. Maar hoe is dat voor... Bro, denk je daar wel eens over na? Want ik denk daar nu wel eens over na. En ik krijg gewoon bijna paniek als ik denk... Er gaat een dag komen dat mijn dochter gaat uit huis. Ja. Denk je daar wel eens aan? Of niet? Jawel, jawel, jawel. Vooral puber en zo. Maar ben... gewoon niet dat ik daar bang voor ben. Van ik vertrouw haar. Niet daarom. Maar gewoon meer van... Dat je... je hebt het... In het begin dacht ik heel veel van ja... Dat zei ik ook tegen mijn vriendin op een gegeven moment van... Ja, maar onze vrijheid dan en dit en dat. En hoe gaat dat zijn met een kind? En snap je allemaal van die vragen die iedereen jou stelt? En dat je echt gaat nadenken. Ja, inderdaad man. Straks is mijn vrijheid weg en zo. Ja. En nu heb ik zelf zoiets van... Laat dat moment maar nog lang niet gebeuren of zo. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik ben jong vader geworden. Ja. 20, 21. Ja. Ik ben nu 29. Ik heb nu 3 kids. 29. En ik heb gezegd, als ik 45 ben, dan zijn ze allemaal volwassen. Ja. Dan is het tijd voor midlife crisis, man. Echt, hè? Dan ben ik met jou op Ibiza, man. Poeh, bro, dan is het echt tijd voor midlife crisis. Ja, man. Denk je dat die gaat inkikken? Ja, ik weet het niet, man. Ik denk dat ik, als ik nu kijk hoe ik me gedraag en zo, het is, weet je wel, ik denk niet dat ik me ooit oud zou gaan gedragen, snap je? Zo oud zou gaan reinig of zo. Nee, precies. Maar wat je zegt over vrijheid, bro, je vrijheid gaat wel weg, maar het is het wel allemaal waard of zo, snap je? Ja man, 100%. Het is, maar het is soms is het wel, ik heb wel eens met mijn wifi dat ik denk van ja, weet je, dus, ik mis soms wel die momenten dat je gewoon ineens gewoon iets spontaans gaat doen, toch? Op een zaterdagavond is... even bioscoop pakken, dat kan allemaal precies. Niet meer, man. Ja, je moet dan eerst oppas regelen en noem het maar op. Dus dat is inderdaad wel één ding wat, je kan nu niet zomaar eventjes ergens naartoe. Maar zijn jouw kijkers een beetje van... Van echt die PC-shit? Of, Ja, ik heb wel. Het is heel breed, man. Ik heb wel een deel die hier echt van houdt. Ja, man. Ik heb wel het gevoel dat wat jij ook maakt, wordt wel goed bekeken of zo. Ja, dat gevoel heb ik soms ook wel. Toch? Man. Ja, ja. Moet wel, het belangrijke is gewoon als mijn persoonlijkheid erin kwijt kan. Een mijn beetje humor. Die kant, dan zien ze een beetje praten. Oh, yes. Als mijn persoonlijkheid erin kan en mijn humor, dan maakt het in principe niet zo uit of het nou een vlog of een reageervideo is of een gamevideo. Ja, ik heb wel het gevoel van jij. Heb daar ook wel, ik weet niet, je hebt gewoon wat je wilde net buiten ook erover van, er is niet een tweede QC. Nee, en ook geen tweede morgen. Ja, maar dat is juist wat het zo mooi en uniek maakt, toch? Juist, dat je zoiets hebt van, ja man, mensen komen echt, tuurlijk komen ze naar je kanaal voor een combinatie van jou met bepaalde content. Ja. Maar het is ook voor jou. Ze weten gewoon, QC, die man die gaat weer iets. Kijk, je hebt bijvoorbeeld die tijd dat ik Fortnite speelde. Ja. Dat heel veel Fortnite-YouTubers, die werden gekeken voor hun skills, snap je? Ja. Yeah. Wat ze konden. Maar ik heb altijd, en ik maakte misschien soms 1 kill in een video. Maar bij jou ging het om hoe hard je toetsenbord kon beuken. Ja, toch? Of gewoon de humor erin. Ja, de humor. Ja. Niet alleen maar voor het beuken van je pc, maar gewoon... inderdaad. Ja, man. Maar dat is tof, toch? Dat is juist, dat is wat je wilt hebben. Dat is wat je wilt hebben, man. Klopt, man. Oké, we gaan even kijken. De voortgang, jongens. De kabels voor zijn videokaart, die zijn hier. Oh, die zijn al... Ja man, moederbordkabel aangesloten. Het blijft echt een belachelijke CPU. Moederbord, hè? Hij is echt dik, hoor. Kijk hoe die er ook in hangt, man. Jezus. Oh, man. Echt heel erg nice, dit. Kabeltjes hieronder aangesloten. Fankabels alleen nog even aansluiten. En dan is het cooler, videokaart en that's it. Dat is klaar. Ja, man. Wat is dat, bro? We hebben een harde schijf. Even shout-out naar WD, bro. Hé, hey man. Kijk hier. Dit komt er ook nog in. Van, harde schijf. 10 terabyte Western Digital. En dat zijn sowieso altijd mijn schijven geweest, man. Altijd Western Digital, man. Ja, man. Dit is onderdeel van de schijf van 5, hè? De punchline. Te accepteren, hè? Accepteren. Zullen we hem even openmaken? Ja, zal ik een... Denk je dat ik het niveau zou kunnen brengen bij accepteerde punchline? Ik zeg wat je moet kunnen volgend jaar. Met gamen neer misschien. Ja, perfect man. Kom. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Pompen daar accepteerde punchline. Oh, dat wordt wel een classic episode. Oh. Het is ook... Weet je wat heel het lauwe is van accepteerde punchline? Als je met iemand samen gaat... Waarvan je weet van jullie humor ligt op één lijn. Ja, want ook al werkt een grap niet bij mij, dan weet je ook ongeveer. Ik weet altijd, als ik bij Accelerate de Punchline meedoen, ik en Nessus altijd tegen elkaar. Ja.
En ik weet gewoon welke grap ik voor Nessie moet bewaren. Omdat ik zeker weet dat hij er stuk om gaat. Ja, precies. Kijk bro. Boom. Kijk, ja, dit moet altijd erop blijven. Ja man, dat kan erop. Zodat je... Kijk. Deze erin. Dit naar de achterkant. Ik zou hier nog gewoon meer schijven bij kunnen gooien. Ja man, je kan hier nog 4 schijven bij gooien bro. Dus dat is echt helemaal geen probleem. Als je die nu zo dicht doet. Tik! Oh, damn. Mijn bro. Oh. Wacht even zo met die mic erbij. Oh. Pew momentje man, oh. Oeh, Peel Boys man, we zijn er. We in it. Het is wel mooi hoe we gewoon met een heel concept zijn gekomen in één video. Toch? De Peel Boys. Oké man, wat we nu gaan doen waterkoeling? Is waterkoeling, ja. Oh, ja, zo, je bent lekker op de loop man. Hier hebben we de waterkoeler van ook MSI, de Coral Lid. Spreek ik het goed uit? Coral Liquid. Coral Liquid K360, liquid cooling. Perfect man, beter kon je niet uitspreken. Ja, het had een paar stambels nodig. En ik weet niet hoe dit werkt. Waar zit het water? Dat water moeten we zometeen vullen bij de kraan. Nee, serieus? Ja? Ja, nee, serieus man. Je lult me. Ja man, hier, kijk, ik pak hem even. Dat water moeten we even pakken bij de kraan zo bro. Ja, ik geloof dat dus niet. Hoezo niet? Ja, je gaat niet zomaar water van de kraan daarin gooien. Ja, dat water zit er al in, bro. Dat water zit er echt al in. Begin je het al warm te krijgen? Ja, man, we hebben die waterkoeling nodig. We zijn nu die boutjes aan het vastdraaien voor watercooling. Oh, die zit er ook in. En deze moet er ook nog in. Ja, is lekker bezig. Lekker bezig. Wat wil je dan? Oh, je wilt nog even... Take it away, man. Doe je ding. Femke! Wow, that's it! Ja, je voelde hem weer, hè? Ja. Lekker, man. Och, nu gaan we, zeg maar... hoe noemen we dat? Kerst op een taartje. Het nootje op een gevulde koek. De glazuur op de roze koek. Oeh, haal hem erbij. Jezus! Oeh. Jezus! Wat een kaart! Hij is ziek. Och! Dit is de GeForce RTX 3080 Ti. Och! Och! Kijk de kaart. Even focus op de kaart. Wat een monster. Och! Nee, maar ik kan hier echt van genieten, man. Ja, man. Ja, het is echt dik, man, dit. Bro, hier kan jij jaren mee vooruit. En die dingen die je net opnoemde allemaal, raytracing. Weet je wat dat is? DLSS en raytracing? Ja, zal ik je even herinneren even van wat herinneren, het is? Ja, ja. Raytracing is dat je de belichting en de kwaliteit van games gaat gewoon echt zwaar omhoog. Dat zijn die raytracing cores die hierin zitten. Ja, ja. Dus dat is een bepaalde core die hierin zit, waar dus dat gebruik van maakt. Dus bijvoorbeeld een game is Minecraft, maar ook Battlefield en Control is ook bijvoorbeeld een game waar echt die reflecties van bepaalde dingen wordt gewoon echt super, super realistisch. Ja, ja. En ook hoe licht en zo allemaal schijnt, snap je? En DLSS is bijvoorbeeld met, dat is een techniek dat je game op een lagere resolutie wordt afgespeeld. En dan denk je waarschijnlijk van bro, what the fuck is dat? Ik wil gewoon 4K of weet ik veel zoveel. Maar door DLSS, door een bepaalde... Technologie. Super samplen ze het weer, waardoor je dus veel meer frames krijgt voor bijna dezelfde kwaliteit. Dat is leuk. En dat zit gewoon dus allemaal in die kaart, man. Real-time raytracing van objecten en omgevingen. Met fysieke correcte schaduwen, reflecties en globale belichting. RTX. It's on. It's on. It's on. Je hebt nu op dit moment een van de extreemste van de markt. Maar kijk ook hoe die backplate eruit ziet, jongens. Holy shit. Bro, dit past gewoon perfect in jouw kast. Ja. Wist je dat? Kijk dit. Hou hem vast, bro. Alsof je leven ervan afhangt. Doe even de thumbnail face. 3, 2, 1. Yo, wat is de
eerste game die jij gaat installeren op je nieuwe systeem? Ik moet toch Warzone, man. Ja? Ja, man. Wat game je eigenlijk laatste tijd? Game je wel veel of... gaat dat weer komen in je nieuwe woning? Ja, in mijn nieuwe woning ga ik dat wel weer oppakken. Maar het is nu even een iets mindere periode met gamen. Ja. Maar als ik game, is het wel vaak... als ik game, dan is het Fall Guys of zo. Toch. Daarom heb je een 3080 Ti nodig. Ja. Nee, joh, maar ik heb veel gegamed, man. Rust en zo, al die games, man. Ja, man. Dus je hebt wel van, ik ga wel weer games op. Ben jij niet van de singleplayer games? Nee, meer multi altijd, man. Ja? Maar singleplayers kan ik ook steeds meer waarderen, omdat het zeg maar even lekker op jezelf is of zo. Ja, man. Ja, echt wel aanrader, hoor. Er zijn genoeg toffe games, man. Wat betreft qua singleplayer shit. Ja, maar en ik hou er wel altijd van om... Ben je er klaar, zeg maar. Ja. Ik ben... Oh, hij zit er gewoon in. Poeh, bro. Ja, maar ik zeg je eerlijk, bro. Deze kaart vraagt er wel weer om gewoon lekker veel games te gaan spelen. Vooral, ik hou ervan als ik een game heb, dat ik hem gewoon op de allerhoogste setting zet en dat die gewoon werkt. Bro, jij kan met deze kaart alle games op hoogste settings. In feite wel. Het ding is dat soms bepaalde games niet goed geoptimaliseerd zijn. Ja. En ja, dan heb je gewoon met alles, maakt niet uit welke kaart je er dan tegenaan gooit, maar dan is er altijd wel een probleem. Maar in feite alles wat gewoon goed draait en met dit systeem, ja man, easy. Och. Kijk eens. Ja. Ben je nog te zien? Ja, je bent te zien. Maar de PC is in volle focus, maar dat is oké. Dat is oké. Wat een fucking kast, bro. Niet normaal, hè? Oké, man. QC, zijn vlog staat ook daaraan. De kast, jongens. Ben je ready? Wacht. Wow, dit is een spannend moment. Gaat die aan of gaat die aan? Gaat die aan? Wacht even. We hebben hoerenlang gebouwd, bro. En het is nu het moment. Oh. QC, zijn PC is af. Na urenlang bouwen. Ja, een monster van een ding, bro. Ja, dat is niet normaal, man. Doe het. Beseffen. Oh. Tel dan af. 5, 4, 3, 2, 1. En of hij aangaat, bro. Alles werkt. Wacht, dit is normaal. Ja? Ja, dit is normaal. Die kast is gewoon te groot voor het beeld, dus kan je het geloven? Boy, ik ben er gewoon stil van, man. Jongens, dit is niet normaal, man. Dit is niet normaal. We kunnen nog lichtjes aanpassen. Oh, kijk, we kunnen disco maken, alles, bro. Kijk hier. Gooi die enge disco, bro. Oh. Bro, er zit een fucking dikke PC tussen ons in. Ja, man. Maar ik voel de liefde nog steeds. Ja, toch? Ja, toch. Hij is af. Bro, hij is meer dan af, man. Hij is af, man. Hij is niet normaal. Er is weer een super dikke PC gefixt, boys. Samen met MSC, Nvidia, ja, man. De mannen van WD. Dikke shout-out sowieso naar hun voor het sponsoren van deze video. Dat ten eerste. Zeker, man. En daarbij ook gelijk dat Q natuurlijk langs wilde komen, bro. Ik vond het echt super tof, man. Hey, sowieso. Ik vond het super tof om hier te zijn, man. Ja, man, ik zeker. Ik vind dat wij vaker video's moeten gaan maken, man. Ik voelde wel gewoon een chille vibe, man. We hebben de hele dag gerelaxed, ons ding gedaan. Dus ja, man, ik vond het echt heel tof. Misschien moeten we reviews gaan doen. Van de Peel Boys. De Peel Boys. De dingen Peel uitpakken, Boys. Kijken wat het is, even eraf pielen. Nee, bro, ik voel hem, man. Ja, man. Laat gewoon in de comments weten. Sowieso. Morgens, als jullie QC kennen jullie natuurlijk, maar sowieso gooi ik al zijn links in de beschrijving. Dus ga zijn kanaal ook zeker weten checken. En hij nogmaals, heeft ook een vlog gemaakt. Dus ga ook zijn point of view bekijken van deze video. Ja, man. En nogmaals, man, dikke shout-out naar MSC. Ja. Ja, toch. Kunnen het niet vaak genoeg zeggen, man. Ja man. Western heel Digital dik. Heeft ook samen meegewerkt. Ja. En het is gewoon tot in iets moois in stand gekomen. Klopt. Ik ben nog steeds sprakeloos, man. Omdat dit gewoon mijn computer is, bro. Deze ga jij mee naar huis nemen, bro. Ja, hij is helemaal van jou. Het is een jongensdroom, toch? Hij is helemaal van jou, man. Oh, bro. Alright, models. Dank jullie wel. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video bij de Game PC van. Deze is van QC. En jullie weten het. Dit zijn hele enge fucking PC's. We gaan hem afsluiten. Fanker! Close that shit! Close that shit! Let's go!